Is er iemand? Hachi! Wie ben jij? Waar ben ik? Dit is nou wat ze noemen de witte tunnel. Oké, ik ben nu officieel gek geworden. Niet gek, alleen... Het was allemaal wel heel heftig voor je. Dit is niet je lichaam, alleen je ziel. Veracht hem niet, maar ervaart hem. Waar ook hij een van de dingen is die de natuur wil. Wat is er dan, hè, aan het eind van die... tunnel? Aan het eind van deze tunnel is het leven wat jij zelf hebt bedacht. Maar je hebt er nooit over nagedacht. Dus als je nu deze tunnel doorloopt, dan is er niets. Daarom ben ik hier, om je te laten nadenken. Oké. Waar geloof ik in? Nou, het betekent het einde van het leven, dus... Het begin van een nieuw leven? Waarom heb ik hier nog nooit over nagedacht? Het einde van het leven betekent toch dat er niks meer is? Hoe kan ik nou naar een andere wereld gaan? Maar dit is niet het einde. Dit is gewoon de weg naar een nieuw leven. Zoek en je zal vinden. Oh, maar die wereld dus, hè? Is dat een mooie plek? Een soort nieuw thuis? De dood is een vriend van ons. Hij die niet bereid is hem te vermaken, voelt zich niet thuis. Of is het hetzelfde huis en ga ik gewoon terug naar de aarde als mijn reïncarnatie? Sommige mensen leven enkel om niet dood te gaan. Nee, daar geloof ik niet in, denk ik. Er zal ergens een wereld zijn. Een wereld voor de mensen die door deze tunnel kwamen. Maar de vraag is, wat voor wereld is dat dan? Is dat een wereld waar God is, of is er misschien helemaal geen God? Oh, kom op, help me nou, ik kan het toch niet alleen? Sommige paden zul je alleen moeten bewandelen. Maar ik kan dit niet alleen. Hoe moet ik dan weten waar ik heen ga? Nou, het zou op plek zijn voor rust, maar op dit moment ben ik niet echt rustig. Om innerlijke rust te vinden, zul je moeten afmaken waaraan je begonnen bent. Oké, afmaken waaraan ik begonnen ben. De plek waar ik heen ga zal me rust bieden, geloof ik. Een wereld vol, zonder verplichting en haat. Oh, en waar het woord perfect bestaat. Weet je, in de vorige wereld was er niet zoiets als perfect. Maar ik denk dat het daar wel is. En hetgene waar het mens naar streeft, zal hij krijgen in een volgend leven. Want dat is toch hetgene waar iedereen op zoek naar is en naar verlangt. Een wereld die perfect is. En in een wereld waar iedereen altijd redenen wil hebben en altijd wil weten hoe. Lijkt perfectie onmogelijk, maar in een wereld waar men niet zoekt naar het hoe, maar gewoon leeft. Zou dat dan wel kunnen? De zin van het leven is welke je er zelf aan geeft. Ja, maar wat voor nut heeft het nou eigenlijk allemaal gehad? Ik heb al die dingen die ik al die jaren heb gedaan. Lijkt nu allemaal niks meer waard. Al die nutteloze ruzies die ik heb gehad.
Weet je, de mens is altijd maar zo druk met bezig met zichzelf en met maatschappelijke verplichting dat ze helemaal niet denken aan wat erna komt. En wat heeft mijn leven nou voor zin gehad als het helemaal nergens naar leidde? Weet je, iedereen klaagt alleen maar daarom genieten ze gewoon niet en zal het voorbij zijn voordat ze er erg in hebben. De mens is zo druk bezig met wat de rest van de wereld van ze denkt. En weet je, als ik nog één keer terug zou mogen gaan naar waar ik vandaan kom, dan zou ik een aantal dingen willen zeggen. Doe niet wat anderen alleen maar van je verwachten, maar wees gelukkig. Klaag niet alleen maar en uit je gevoelens. Wees gelukkig. Maar dat kan ik nu toch niet meer zeggen. Heel veel mensen zeggen dat op dit punt. Iedereen kent deze levensles, maar bijna niemand past het toe. Maar zo ook jij niet. Maar daar kan ik nu toch niks meer aan doen? Het enige wat ik nu nog kan doen is vooruitkijken en... En dat is ook de reden waarom ik hier ben. Je bent eruit, hè? Ik denk het wel. Dan mag je nu die tunnel doorlopen. Ik mag gaan? Ja, je bent tot een heel goed besef gekomen. En je hebt een nieuwe wereld uitgestippeld. Dus ja, je mag gaan. Ik wens je een heel gelukkig nieuw leven. Ga je niet mee? Nee, zoals je alleen bent gegaan. Gekomen, zul je ook gaan. Vertrouw me.